Hallo allemaal en welkom bij deze voor mij hele speciale YouTube video waarin ik jullie heel kort eventjes mijn nieuwe aanwinst ga laten zien. Ik heb sinds vandaag, en het is vandaag 28 mei, heb ik de Tommy Ink Extreme, nee de Tommy Art Extreme Ink in de webshop staan. En ik ga jullie heel kort eventjes laten zien welke kleurtjes dat allemaal zijn en wat je daarmee kunt doen. Of wat het effect ervan is. Er zijn 11 kleuren in de webshop. Ik weet niet hoeveel kleuren er in totaal zijn uit mijn hoofd. Maar het zijn er wel iets meer. Maar ik heb ervoor gekozen om 11 kleuren in ieder geval op te nemen in de webshop. Sorry. Dat zijn de kleuren waarvan ik denk dat het een mooi begin is. Andere kleuren waar ook wat bruin tint en zo. Daar heb ik zelf niet zoveel mee. Ik zie ook niet heel veel mensen die dat gebruiken. Dus vandaar dat ik deze kleuren heb gekozen. En ik ga je even laten zien wat je daar onder andere mee kunt doen. Ik zeg er alvast bij dat ik heb een aantal. Die heb ik al lange tijd geleden gekocht. Zoals de yellow en de lime. Maar ik heb hier ook een paar nieuwe kleuren dus die ik nu besteld heb bij liggen. Ik heb alleen helaas de verkeerde labels gekregen. De vraag was welke labels ik wilde in het Italiaans, Engels, Duits. Nou, ik weet niet meer waar ik allemaal tussen kon kiezen. En ik had Engels gekozen, maar helaas hebben ze per ongeluk de Italiaanse labels erop gedaan. Dus de kleuren die ik nu laat zien corresponderen niet helemaal met die van de website. Maar ik ga jullie deze kleuren laten zien. Lime en yellow, nou die zijn dus gewoon normaal in het Engels. Heb ik hier de prugna, dat is eigenlijk de plum. Nou, de fuchsia is de fuchsia dus. De azuro is de light blue grey. En de giallo caldo, het is dus Italiaans, daar ben ik niet zo heel goed in. Hoor je al, is de warm yellow. Dus dan weet je in ieder geval de kleuren die ik ga laten zien. En welke dat dus zijn op de website, in de webshop. En dan heb ik ook nog, en dat ga ik jullie ook nog eventjes laten zien, mixed media pasta stencil light. Dus een soort pasta. Een beetje een zandachtige pasta waarmee je dus leuk met een stencil een effect kan maken. En dat wil ik jullie eventjes laten zien. Ik begin eventjes met de lime. Dan kun je ook gelijk even zien hoe de kleuren eruit zien. Nou, het is gewoon een spray dus, die je zo kan sprayen. En op een of andere manier trekt hij niet gelijk in je papier, maar blijft hij er een beetje op liggen. En wat dus heel leuk is, dat je er een soort van colorburst effect mee kan maken. Als je dus je waterflesje pakt en je sprayt nog wat water erop, dan zie je al dat hij toch op een bepaalde manier, het lijkt een heel klein beetje op de Distress Oxide Sprays, vind ik. Alleen wat je met de Distress Oxide Sprays hebt, is dat het een beetje een chalky effect heeft. Dus het is meer een krijtachtig effect. En bij de Extreme Ink, ik zeg iedere keer Extreme Ink, maar het staat andersom op het flesje. Dus misschien is het wel Ink Extreme. Maar ik vind het Extreme Ink wat lekker klinken. Die zijn wat meer transparant, wat meer een waterverfachtige kleur, vind ik persoonlijk. Maar je kan er dus echt onwijs mooi, hè? Hier zit helemaal te bouncen, zie ik. Een beetje dat druppeleffect, heel makkelijk. Zoals je dat ook bij colorburst krijgt. Meemaken, zeg maar. Nou, dit was dan de lime. Dan hebben we de yellow. Oh, zeker als ze de eerste keer sprayen, dan gaat het hard. Ik doe even twee kleurtjes tegelijk, anders wordt het een hele lange video. Je kan ze natuurlijk ook nog mengen en dergelijke. Maar ik wil heel graag even geel en paars mengen. Is volgens mij niet super mooi, maar doe ik even nog. Dit was dus de gewone geel. Dit is de prugna, maar de plum. Een soort paarsachtig. Dan hebben we hier de fuchsia. Ik heb deze dus nog niet eerder gebruikt, zoals je ziet. Dan hebben we nog de azuro. Dat is de light blue gray. En dan hebben we nog de giallo galdo. Dat was dus de warm yellow. Die is dus een iets warmere kleur. Vind ik wel een hele mooie kleur eigenlijk. Geel, dus iets minder fel. Nou, en je ziet dat je dus heel makkelijk. Ik gebruik hiervoor mijn eeuwige Distress Sprayer spray. Want die kan je, voor de mensen die dat nog nooit hebben gezien.
een klein beetje indrukken, waardoor je wat meer een spettereffect krijgt. Heel klein beetje drogen. En dan zie je dus... Ja, ik vind het echt zulk gaaf spul. Ik weet niet, voor de mensen die Iggy Dodie kennen. Dat is een Franse scrapster, zeg maar. Zij was... Even nadenken hoor. Vorig jaar april was zij bij Jojo's Scrapshop. Nou ja, eigenlijk bij Joke. Toen had ze Jojo's Scrapshop al niet meer. Maar deed ze nog wel die workshop zeg maar, met Iggy Dodie verzorgen. En daar had zij deze sprays dus bij zich. En ik was helemaal fan gelijk. Ik heb er toen een paar bij haar gekocht. Alleen, ja, ze waren dus nog niet in Nederland verkrijgbaar. Ik heb meerdere keren geprobeerd om contact te zoeken met Tommy Art. Dat was eerst even wat lastig, maar nou, uiteindelijk is dat dus gelukt. Want ik wilde ze natuurlijk heel graag in de webshop opnemen. Nou, en als je dit ziet, denk ik dat je wel begrijpt... Oh, daar is hij nog een beetje nat. Waarom ik dat wilde. Dus dit is een beetje het effect. Ik ga jullie ook nog wel eventjes... dit waren dan deze kleuren. Ik zal straks nog wel even aan het einde een foto... plaatsen. Dan zet ik hier even de kleuren bij en dan laat ik dat nog even in beeld komen, zodat je goed kunt zien welke kleur, want soms is dat zo bij een flesje lastig te zien, welke kleur welke is. Nou, dit is de salmon, de zalmachtige kleur. Het is een beetje een aparte kleur, vind ik zelf. Dan hebben we de turquoise. Dan heb ik hier de petroleum. En het vervelende is, dat weet ik al, dat mijn petroleumflesje niet helemaal goed is. Die spreekt niet goed. Zoals je ziet. Hij heeft een beetje moeite ermee, maar oké. Dan hebben we de arancio. En dat was dus de orange. En dan hebben we als laatste nog de coral pink. Nou, deze is dus ook ooit door mijzelf al gekocht, want daar zit dus wel een Engelse label op. Oh. Niet op mezelf sprayen. Nou, je ziet dat dit dus wat minder felle kleuren zijn. Daar vond ik ze ook even apart. Want dat vind ik dan wel weer mooi om dat contrast ook te zien. Ja, ik vind het echt geweldig spul. Eigenlijk als je het alleen al sprayt en je doet er niks mee. Dan geeft het ook al gewoon een mooi effect. En ik heb ook wel gekeken naar de andere spray inkt die ik heb. Want ja, hè, waarom moeten we nou weer deze hebben? Ik ga hier even... een beetje kijken of ik die kleuren kan mengen. Dat is ook wel vet even. Maar het, ja, het heeft toch wel weer gewoon echt een ander effect. En ja, ik vind het zelf wel heel erg mooi. Ik probeer even dit een beetje in een ander kleurtje te krijgen. Dat wil niet heel erg lukken, zie ik. En ze mengen toch wat minder makkelijk dan ik had gedacht op een of andere manier. Maar ja, ik vind die druppels, zeg maar, wel echt heel, heel cool. Even een beetje wegdeppen. Dat is een beetje gevaarlijk met een doekje wat al kleur heeft. Want dan zie je, heb ik daar nu ook een beetje blauw. Maar het gaat even om het idee. Ik weet eigenlijk niet of het, als het droog is, of het dan weer reageert op water. Dat kunnen we gelijk wel even testen. Dit is nu wel, ik denk het wel hoor. Meestal, het is natuurlijk nu wel wat meer een pier getrokken. Maar meestal met die inks die dan op waterbasis zijn, kan je het wel weer activeren. Nou, dat zie je dus inderdaad, zodra je er dan weer. Wat soms ook wel mooi is, hem helemaal spreekt. En dan droogt en hem dan nog een keer weer druppels. Dan krijg je dus nog meer van die waterplekjes erin. Dat ga ik je wel even van dichtbij laten zien. Want deze wordt echt mega cool. Dat zie ik nu al. Ik vind dat zo'n vet effect. Kijk. Even een beetje dichterbij. Zie je hoe die druppeltjes dan zo mooi naar boven komen. Nou ja, ik ben groot fan van dit spul. En dit zijn dus de kleuren die ik in de shop heb.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan mis ik dus een kleur. Of heb ik nou eentje? Nou ja, dat weet ik even niet. Welke ik nou dan heb gemist. Dit was de lijm, dit was de yellow, dit is de plum, de fuchsia, de light blue, de yellow, de zalm, de turquoise. Oh, die heb ik denk ik niet gedaan. Want dit is volgens mij... Oh, jawel, wacht even. Kijk, hier zit die... dit is de turquoise en hier zit die petroleum. Maar die zie je eigenlijk niet zo goed. Dat komt omdat die zo slecht spreekt. Ik weet het alweer. Ik zal nog even... Ah, het is echt rotspray. Ik moet een nieuwe hebben. Dit is echt heel onhandig. Zo was die eigenlijk al toen ik hem binnen kreeg. Die heb ik al een tijdje, dat flesje. Maar ja, die heeft dus op een of andere manier... Het zit dat mondje verstopt of zo. Ik kan wel kijken of ik het schoon kan maken. Maar dit is dus die petroleumkleur. Wel echt een supermooie kleur ook. Maar dit zijn dus de effecten die je... Dit is dus het effect dat je ermee kan bereiken. Je kan het natuurlijk ook door een stencil doen. Je kan er ook gewoon met een kwast... waterverf effect bijvoorbeeld mee maken als je zo'n flesje open zou maken. Ik neem even een fuchsia, een iets duidelijke kleur. Kan je natuurlijk ook gewoon daar, bijvoorbeeld, ik laat maar even wat zien hoor, maar zo mee verven. Dan ook gewoon wel echt hele mooie kleurtjes. En dan zou je ook nog daarin wat water kunnen sprayen om hem wat uit te laten lopen. Of hem dus, dat had ik beter kunnen doen denk ik. Ik denk dat dat een mooier effect is. Dus eerst drogen. Zoals we net eigenlijk ook met, met deze kleur hadden gedaan. En dan nog wat water erin. Weer. Kijk, dan reageert hij dus weer. Dan krijg je dus wel opnieuw die vlekken. En als je dat dan ook nog eens een keer een beetje wegdept. Dus een beetje kleur weer afneemt. Dan krijg je nog iets meer van die spettertjes erin, zeg maar. Nou, dat zijn dus de sprays. Kan natuurlijk ook, als je het... dopje gewoon zo eraf haalt, kan je er ook mee spetteren. Dat kan uiteraard ook. Dan hebben we nog als laatste even, want het is alweer een veel te lange video, zie ik. Ik kan het eigenlijk nooit kort houden, geloof ik. Oh, wacht, ik maak even de andere, want deze is nog een beetje nat. Die mixed media stencil paste. En nou, ik kan een beetje... dichtbij laten zien. Even kijken of hij dat pakt. Net slecht licht. Maar je ziet dat het is best wel een dikke pasta. Het is een beetje zanderig. Maar het geeft wel echt een mooi effect. Je hoort het ook wel, denk ik. Hè? Dat het een beetje zanderig is. Het geeft een heel strak stencil effect. Je moet wel zorgen dat je gelijk even je stencil schoonmaakt. En je paletmes, want als dat opdroogt, dan heb je dus dikke klodders eraan zitten. Zeker bij je stencils, dat zonde. Even zo. Nou, geloven we wel even. Heel klein beetje drogen. Het zit er heel mooi. Kijken of ik dat goed kan laten zien. Even het licht iets anders. Je ziet dat het er heel mooi dik bovenop zit. Ja, ik vind het ook echt wel heel cool spul. Het lijkt een beetje op sandpaste, maar dan net weer anders. Nou, dus dat is, zijn de nieuwe producten van Tommy Art in de webshop. Nu te bestellen, voor de mensen die het leuk vinden. Ik heb pas geleden ook nog een, hebben jullie misschien wel gezien, zo'n borduurring gemaakt met een scrap erop.
Daar heb ik ook de Tommy Art inks bij gebruikt. En die video zal ik ook nog eventjes op mijn YouTube posten. Dan kun je ook nog zien hoe dan die inkt zeg maar, in een heel project eruit ziet. Mocht er vragen zijn, kun je ze gewoon hieronder natuurlijk stellen. Ik zal hieronder ook even een link naar de webshop en alles plaatsen. En ik hoop dat jullie net zo blij zijn als ik. En dankjewel voor het kijken.